allemaal, leuk als jullie weer kijken naar een nieuwe Do It Yourself. Vandaag gaan we iets doen met kaarsen, ik ben er zelf gek op. Alleen we maken er een leuk herfsttafereel van. Deze kaarsenstandaard gaan we hiervoor gebruiken. En als basis beginnen we met het uitbrengen van de touw. We knuppen het vast aan de pin. En dit wikkelen we om de pinnen heen, zodat je een basis krijgt waar we straks de dingen op kunnen plakken. Op het eind, wanneer je je touw vol genoeg vindt, dat ongeveer de laatste vaccinehouders, knip je hem af en knip je hem weer vast aan een van de pinnen. En zo heb je een mooie basis waar je wel op kunt plakken. We beginnen hiervoor met wat takken. Die plaatsen we er rondomheen. Je moet wel opletten dat je niet bij de kaars in de buurt komt, want we willen geen brand in huis. En hiervoor een stukje touw met ijzerdraad en die bevestigen we aan het kaarsenstandaard. Wanneer je de takken bevestigd hebt, beginnen we met de touwen. Deze kun je steken tussen het touw. De touw is geplaatst en nu gaan we beginnen met de andere vruchtjes. Ik heb voor dadels wat mooie appeltjes, diepe cyclas. Roze batteltakjes, eikenblaadjes, wat eikeltjes. En daarmee gaat het helemaal opsieren tot een leuke herfstgeel. Dit doe ik eigenlijk allemaal met het lijmpistool. Naast de vruchtjes hebben we ook nog de gasperia's en de roze battels. De gasperia's zetten we eromheen. Je steekt hem in het touw. En dan draai je hem zodat wij hem wil hebben. Dan zetten we hem aan het takje, zetten we hem vast met zijn touwtje. En zo gaan we het rondom vastzetten. En de roze batteltjes die steken we weer tussen het touw. Nou, ik ga nu mijn krans verder afplakken met de laatste spulletjes die ik nog heb. En dan plak ik er gewoon weer bij tussen. Dit was hem als hij helemaal klaar is. Gezellig met 6 vaccinelichtjes erin. En om nou helemaal leuk te maken, hebben we ook nog deze leuke schalen erbij. Dan kun je nog met wat vruchtjes erbij in nog leuker aankleden. Of zit het leuk thuis op het dienblad neer en het is ook helemaal gezellig. Deze kaarsenstandaards verkopen we weer in deze tassen. Alle benodigdheden zitten erin. Succes met het maken van deze kaarsenstandaard en we zien jullie graag bij Thuis in het Grand Borghuis.